Miro is een online whiteboard waarop je in je eentje of met meerdere mensen tegelijk kunt samenwerken. Je kunt met een leeg bord beginnen of je kunt een van de vele schablonen gebruiken die ze aanbieden. Ik ben Laura van MBO Media Wijs en vandaag ga ik je laten zien hoe je Miro kunt gebruiken voor de werkvorm Moskou. In de vorige video heb ik laten zien hoe je een account aanmaakt op Miro en hoe de knoppen links in het scherm werken. Dus als je nog nooit met Miro gewerkt hebt, dan zou ik je aanraden om eerst die video even te kijken. Voor de werkvorm Moskou gaan we beginnen met een schabloon. Dat vind je het knopje hier links. En in principe kun je gewoon een schabloon kiezen wat je wil, zolang het maar 4 categorieën naast elkaar heeft. Ik kies deze. En dan kan je inzoomen en dan krijg je hem wat groter in beeld. Dus je ziet hier dat er al 4 kolommen zijn en ze hebben al allemaal een eigen naam. En voor de werkvorm Moskou ga ik de categorieën even aanpassen naar must have, should have, could have en won't have. Dat aanpassen kun je doen door te dubbelklikken op de kolom en dan zie je dat je de tekst kan selecteren. En er zelf iets neer kunt zetten. Zo, nu zie je dat ik de 4 categorieën een eigen naam heb kunnen geven. Als je dat leuk vindt, kun je dit schabloon nog verder aanpassen. Dat doe je door erop te klikken. En dan zie je hierboven dat je bijvoorbeeld een ander lettertype kunt kiezen. Je kunt de tekst nog groter maken. En je kunt zelfs de kolom een ander kleurtje geven door op het vakje te klikken. En dan zie je hieronder dat je een kleur kunt kiezen. Nou, bij Moskou gaat het eigenlijk om dat de studenten oefenen met het stellen van prioriteiten. En dat ze eigenlijk keuzes gaan maken. Dus voor deze 4 categorieën kun je bijvoorbeeld zeggen dat de studenten een opdracht hebben dat ze een informatiefolder moeten maken. En daarbij moeten ze zich elke keer afvragen wat er allemaal in de folder moet. Dus wat is echt noodzakelijk, dat komt dan links. Wat zou erin moeten staan? Wat zou leuk zijn als erin staat? En wat hoeft er gewoon niet in? Dus als je het bord dan deelt met studenten, dan kunnen ze aan de slag met post-its. Hier. Als ze iets hebben bedacht wat er echt in moet, kunnen ze dat in deze kolom zetten. Post-it briefje kan je nog kleiner maken als je met meer mensen werkt. En als ze dan bijvoorbeeld iets hebben bedacht wat gewoon echt niet nodig is, dan zetten ze dat hier. En zo eindig je eigenlijk met een overzicht van alles dat echt noodzakelijk is voor je folder. Alles wat er eigenlijk in moet. Alles wat leuk is als er in staat. En alles wat er niet in hoeft. Dus deze werkvorm helpt eigenlijk voor de studenten om op een gestructureerde manier keuzes te maken voor de opdracht. Wat nog wel belangrijk is om te zeggen, is op het moment dat je het bord deelt met studenten, dan gaat dat via hun e-mailadres. Dus dan is het niet meer AVG-proof. Dus dan is het belangrijk dat de school een verwerkingsovereenkomst opstelt als je Miro gaat gebruiken in je onderwijs. Voor meer ideeën over werkvormen kun je terecht bij de werkvormen tool op de website mbomediawijs.nl. En voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en veel plezier met het gebruiken van Miro in je les.